beloofd, ik doe het elke dag braaf. Maar het is elke dag dat ik denk, oh mijn god. Een plakkaat met suiker. En ik vind het heerlijk. Vandaag is de dag. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Oh mijn god. Dit is mijn nieuwe huisdier. Het is vandaag dinsdag. En ik heb helemaal zin om even lekker zo'n thuiswerkdagje te doen. En ik dacht, misschien vind je het leuk om te zien wat ik dan tijdens zo'n werkdagje doe. Ten eerste, ik word helemaal niet goed en gestoord van mijn huid. Kijk, zie je dit? Allemaal rode vlekken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik heb ook nog aan lopen krabben. Oké, misschien was dit niet het beste begin van deze vlog, maar let's keep it real, want ik kom letterlijk net uit bed en ik dacht, oh mijn god, want ik dacht het gisteravond al, toen had ik even een gezichtsmaskertje gedaan, want mijn huid is gewoon echt wat onrustig geworden. En ik vind dat altijd zo vervelend, want ik zeg maar, toen ik mijn huidjourney had gedeeld en bla bla, en ik ben echt van skincare is zo belangrijk, vooral voor mij, want ik heb echt van die onderhuidse dingen en dat is iets... Ja, dat heb ik nu gewoon weer heel erg. Dus ik ben een beetje zenuwachtig aan het doen daarvoor. Omdat ik natuurlijk echt super erge acne had. En dan deel ik bijvoorbeeld het hele verhaal over skincare. En dit gedaan. En uiteindelijk heb ik roodkutanen gedaan. En dan is het van, oh mijn god, ze heeft gewoon roodkutanen gedaan. Maar jongens, hoe vaak doen mensen meerdere keren een kuur? En dat wil ik echt niet. Want ik vond de roodkutanen kuur echt... niet super chill of zo. Ik zou het echt nooit meer van mijn leven willen doen. Dus ik ben heel erg met mijn skincare. En mijn verhaal waar ik nu heen wil is... Ik ben aan het winkelen. Oh mijn god, ja. Nee, goedemorgen. Ja, ik ben aan het winkelen naar mijn crampjes en dingetjes waarvan ik gewoon weet dat ze goed zijn voor mijn huid. En mij niet laten zo... Weet je wel, met die onderhuidse bultjes. Als je gewoon heel veel onderhuidse bultjes hebt en vooral langs je kaaklijn. Is het gewoon omdat je jouw producten, je foundation, je crème, je SPF, je nachtcrème, je whatever. Jou te erg verstopt. Je hebt echt non-comedogene producten nodig en dan gebeurt het niet. Nou, mijn probleem is dus de dagcrème die ik altijd gebruik. Van Kiehl's, want die vind ik echt amazing. Dag- en nachtcreme, ik gebruik hem altijd. Die heeft geen SPF. Ja, je hebt ook een SPF-versie, die heb ik nog niet geprobeerd. Maar die heeft geen SPF. En ik heb dus heel veel verschillende SPF-crempjes geprobeerd afgelopen paar weken. Omdat ik gewoon heel veel nieuwe producten heb gekregen van merken. En ik heb kasten vol SPF. En dan vind ik het zonde om iets te kopen, omdat ik het gewoon al heb. Nou, voel je het misschien wel aankomen? Ik heb dus een paar crèmes gebruikt. Wow, die nieuwe van L'Oréal. Ik vond hem trouwens super chill in gebruik. Maar mijn huid haat het. Mijn huid was nog onrustiger dan dit echt direct. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Dus ik ga hem wel gebruiken voor hier. Omdat hij gewoon niet sticky is. Hij is zo lekker. Zo lekker dun. Maar op mijn gezicht, no go. Dr. Lenaerts geprobeerd. Die had ik mee naar Litouwen. En ja, nee, ik voel gewoon die bobbeltjes onder mijn huid. En ik denk, ik moet terug naar waarvan ik weet dat het gewoon goed zit. Dus ik zit even op Look Fantastic te shoppen. Oh mijn god, ja, dat dacht ik al. De crème die ik gebruik, die is niet meer op Look Fantastic. Ik vind Look Fantastic dus altijd heel chill, want ik heb een kortingscode. En ik gebruik mijn eigen kortingscode. Maar die is dus uitverkocht. Erg spijtig. Maar ik zie dat het in de aanbieding is bij Douglas. Kijk jongens, dit is hem. En wij slapen op de skincare van Bondi Sands. Echt, het is amazing voor een huid die zeg maar zo reageert als die van mij. Hier zit SPF 50 in en een klein kleurtje. Wel een licht kleurtje. Dus mocht jouw huidskleur veel donkerder zijn dan die van mij, dan ga je dit wel heel erg zien op je huid. Oké, ik ga even kijken of ik nog andere webshops vind. Ik denk het niet. Maar echt, die vind ik... Die vind ik zo, zo top. Oh ja, Cult Beauty kan ook. Fun fact about me, wat niet fun is. Trouwens, ik heb hier weer zoveel oud papier.
Het is echt verschrikkelijk. Ik heb trouwens een bestelling geplaatst. Uiteindelijk bij Amazon. Ik was echt overal aan het kijken. En ik dacht, ja, ik wil niet alleen de crème en dan verzendkosten betalen. Dus ik dacht, ja, wat heb ik nog meer nodig? Dus echt eindeloos veel tijd aan besteed, uiteraard. En toen uiteindelijk dacht ik, oh mijn god, even kijken of Amazon het heeft. En bij Amazon wilde ik nog iets anders bestellen. Gratis verzending. Oké, dus zo heb ik dat opgelost. Ik moet altijd iets extra en ik hoefde niks. Snap je wat ik bedoel? Dus dat was even het dingetje. Dan, mijn fun fact about me, wat echt verschrikkelijk is. Ik moet mezelf 's ochtends echt heel erg motiveren om te gaan douchen. En beloofd, ik doe het elke dag braaf. Maar het is elke dag dat ik denk, oh mijn god, moet ik dat weer doen? Snap je wat ik bedoel? Ik kan niet de enige zijn. Ik vind douchen gewoon zoveel werk. Als ik het nooit meer hoefde te doen, deed ik het letterlijk nooit meer. Maar we gaan onder de douche. En vandaag is mijn motivatie, als ik uit de douche kom, mag ik nog een koffie. Lekker. Zo, ik heb echt... Nou, anyway. Ik loop echt in mijn huis rond met het bordje boekwijd. En ik dacht, oh, ik pak even mijn camera erbij, want ik ben natuurlijk aan het vloggen. Maar dit is echt, zeg maar, zo'n tijd van... Oké, het is geen etenstijd. Veel te vroeg. Maar ik heb honger, maar ook weer niet, maar ook weer wel, maar ook weer niet. Maar wat ga ik doen? Blablabla. En ik heb superveel boekwijd wederom uit Litouwen meegenomen. Iemand zei tegen mij, waarom koop je dat niet in Nederland? Ja, dat is echt een hele goede vraag. Maar het is in Litouwen goedkoper. En er zitten van die handige zakjes. Ik vind het heerlijk. Wow, ik zat echt... Nou, ik zat niet. Ik lag letterlijk op de bank. Even wat reels te maken en wat stories. Ik heb een pakketje opgestuurd. Ik was hem aan het openen en ik denk, oeh, dit is leuk voor de video. Ik heb geen idee wat erin zit. Oh, wacht, ik heb wel een idee wat erin zit. Nu ik het zie. Ik had er al iets over gehoord. Eucerin. En what's that? Wacht, wat voor product was het ook alweer? Oh ja, een body cream. Dat ziet er goed uit. Het is anti-pigmentvlekken. Wat is dit? Oh mijn god. Wat schattig, ze hebben er een rose quartz in gedaan. Zacht exfoliërend. Dit is eigenlijk precies wat ik nodig heb. Want in die tijd ben ik heel vaak naar de spa geweest. En sindsdien zijn mijn benen een beetje ruw geworden. Ik denk dat ik te uitgedrukt ben. Ik moet mezelf gaan insmeren. Dus daarvoor kan ik dit gebruiken. En ik heb ook een pakketje van Lovies. Nou, helemaal leuk. Ik ga het nu nog even niet aantrekken, jongens. Ik heb er echt geen zin in. Kijk nou. Oh, dit vind ik heel leuk. Ja, ik ga morgen koffie drinken met een vriendin. En dan doe ik dit aan. En ik heb een blouse en dit is echt mijn kleur. Ik ben erachter gekomen dat ik soft autumn ben. En dat is ook echt letterlijk de kleuren die je hier ziet. Ik hou ervan. Want... Ik zat naast echt te denken, wat staat mij nou wel en wat staat mij niet? En dit vind ik nou echt een geweldige kleur. Deze blouses zijn nu trouwens ook in de aanbieding, zag ik. Ik vind de kleur echt absurd niet normaal mooi. Alvast een rokje. Oh, deze is cute. Met polka dots. Heel cute. Oh mijn god, Naomi stuurt me net trouwens dat ze nieuwe nagels binnen heeft. En zij heeft zelf ook nog, zeg maar, niet alles bekeken. Zodat we echt first impression, zeg maar, samen hebben. Alleen ze heeft er wel een paar foto's gestuurd. En ik kan niet wachten. Want zeg maar, het eerste wat ik zei toen ik Neil deed voor het eerst zag, was letterlijk dat. En dit gaan we nu realiseren. En dit komt nu echt, oh mijn god, I can't wait. Ja, ik ben er dus gewoon weer terug bij af, hè. Ik heb weer de Oatly gekocht. Ja, ik heb echt meerdere soorten melk geprobeerd. Alleen, ik vind allemaal goor. Dit is het enige wat ik lekker vind.
En mijn Jumbo heeft de Alpro variant niet meer. Weird, want ik ging daarna kijken, want ik vond die van Alpro op zich ook wel prima. Maar niks zo lekker, niks. Er is niks zo lekker. Dus ik vraag me af wat ik moet gaan doen. Hoe kom ik van mijn oatly-verslaving af? En nou ja, geef mij eens ongelijk. Kijk hoe lekker dit eruit ziet. Deze glazen komen trouwens van Ikea. Ik ben er zo'n enorme fan van. En deze enorme lepels heb ik van Amazon. I love it. Ik vind ze echt heel leuk. Het is niet de vibe van die plastic lepels die ik had. Maar dit doet het ook prima. Ik ga even lunchen met een vriendin. Dit jurkje van Lofies. It's giving Europapa. Met die schouders. Ik kan nergens anders aan denken dan aan Europapa. Anyway, ik ga even lunchen met een vriendin. En dit is de look. Mijn haar is zo vet. Het is echt met geen pen te beschrijven. Maar daarvoor is deze haarlook dus echt perfect. Op een of andere manier valt het niet op dat je haar echt extreem nodig gewassen moet worden. Dus dat is een tip van mij voor jou. Ik heb een fietsen scored. Dus ik ben helemaal benieuwd hoe dat fietsen zal gaan. Dit ziet er zo amazing uit. Ik ben even het tweedehands winkel. Oh mijn god jongens, het stinkt hier zo erg naar voeten. Ik heb het hier nog nooit meegemaakt. Kom hier wel vaker. Oh mijn god, ik ben echt helemaal blij met fiets. Kijk, ik heb zelfs... Wow. Ik heb helemaal een kratje, echt een pakketje opgehaald en boeken gekocht. Maar deze fiets denkt direct, ik ga dit gebruiken als standaard. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, ik wil echt even 1 seconde rustig zitten. Maar ik ben te benieuwd wat er in het pakketje zit. En ik heb 4 boeken gekocht, jongens. Nou, ik heb echt geen idee wat ik allemaal van plan ben. In ieder geval een heleboel. Oh my god! De Daisy Wild. Volgens mij is deze zo mooi. Of nou ja, mooi flesje. Ik ben benieuwd hoe het eruit. Want de Daisy Dream. Het heeft allemaal best wel een soortgelijke geur. Oh mijn god. Deze bloemen zijn... Ja, ik vind ze weer zo anders. Is deze nou kapot of wordt... Nee, het hoort zo. Oh mijn god. Zo mooi. En kijk die sprieten. I love it. Echt. Ja, ik heb nog wel een beetje andere parfum op. Oké, ik ga het hier sprayen. Deze is iets frisser, ruikt nu al. Doet me ook wel een beetje denken aan gewoon de Daisy hele lijn. Iets frisser. Maar dit gaat ook, jongens, dit gaat iedereen staan. Deze is ook echt geweldig om te hebben. Ja, is lekker. Dit gaat iedereen lekker vinden, geloof mij maar. Ja, dat dacht ik al. Jasmijn zit erin. En letterlijk parfum met jasmijn vind ik bijna per definitie lekker. En daar ben ik dus per ongeluk achter gekomen. Want zeg maar parfumnoten, dat is niet echt iets waar ik me heel erg in verdiep. Maar op een gegeven moment, mijn favoriete parfums ging ik wel de noten van bekijken. Zo van, oké, wat vind ik eigenlijk nou lekker? En overal zit altijd jasmijn in. Dus als ik lees dat er jasmijn in zit, weet ik eigenlijk dat ik het lekker ga vinden. Parfum wat ik vandaag op heb van Gucci, daar zit ook jasmijn in. Letterlijk heel veel. Maar hier zit ook bananenblossom in. Dus bananenbloem, denk ik. En dat is dus heel erg bijzonder. Dat is ook de topnoot. Hard is jasmijn en macadamia. En base is sandalwood en iets Frans. Ik kan het niet eens lezen. Oké, fris maar ook bloemig. En mijn parfum moet echt bloemig zijn. En niet te heftig, niet te zwaar, niet te zoet. Maar ook niet citrusachtig. Het moet lekker bloemig zijn. Lekker. Niet oma bloemig, maar lekker, lekker, lekker bloemetjes. Dus dat is een beetje de smaak van parfum die ik heb. Dus als je parfums van mij ziet, die ik gebruik, moet je dat een beetje in je achterhoofd houden, waar ik van hou. Nou ja, ik moet wel zeggen, sommige zijn wel wat zwaarder. Maar dat gebruik ik dan voor de avond als ik op stap ga. Of zo, als ik uit eten ga, dan wil het nog best wel wat zwaarder worden. Maar overdag heb ik eigenlijk nooit echt zware parfum op. Oké, ik moet wel echt mijn boodschappen gaan opruimen. Maar ik ga als eerste even aan jullie laten zien wat ik heb gekocht in Litouwen. Dus dit is een boodschappenshoplog uit Litouwen. En dat is dus bijzonder. Dat was allereerst een emmertje met augurken. Maar jongens,
Dit zijn geen gewone augurken. Dit is echt gemarineerd. Het is net anders dan wat je hier in de winkel krijgt. Het doet me denken aan het dorp. Oh, wat echt alles valt. Ja, ik moet het echt opruimen. Want ik filmde een TikTok met deze boodschappen. En nu ligt alles zeg maar over de hele bank. En de hele vensterbank. En het is echt verschrikkelijk. Oké, en dit is echt... Als je van augurken houdt, jongens... Dan zou je dit ook waarschijnlijk heel erg lekker vinden. Dit is net als augurken, maar dan met tomaten en niet met komkommertjes. Zo lekker. Zo lekker zuur en misschien wel lekkerder dan een augurk. Ik weet het niet, maar oh. Echt helemaal zin om dit te eten. Dan heb ik ook nog thee meegenomen. Ja, ik was natuurlijk met de auto naar Litouwen, dus ik heb echt alles meegenomen. En dit is deze thee. En ik kwam achter dat dit uit Polen komt. Maar in Polen, toen ik daar gestopt was, zag ik het niet. Want ik dacht, ja, daar is het sowieso goedkoper. Maar ik had het niet gevonden. In Duitsland ook niet. Dus uit Litouwen meegenomen. Heel erg lekker. Dan heb ik ook nog van die typisch Litouwse super saaie koekjes. Koekjes eigenlijk. Dit is Gedalis. Met een soort vanillesmaak koekje. En dat is zeg maar ongeveer hoe het eruit ziet. En dit is dan met chocoladesmaak. Dan. Boekweit neem ik altijd mee uit Litouwen. En dan heb ik ook nog van die Litouwse koekjes. Het heet Meduolee. En je moet er wel echt van houden. Het doet me een heel klein beetje denken aan... Nee, denk het niet. Zeg maar, je hebt toch van het gingerbread. Maar dan heel anders. Maar qua structuur misschien... Zonnebloempitjes. Oh ja, oh mijn god. Jongens, jullie gaan het heel goor vinden. Maar ik vind het dus echt heerlijk. Je moet er denk ik wel mee opgegroeid zijn. Maar het is gedroogde vis. Ja, er is niks zo zout op de wereld als dit. En het ruikt mega sterk, maar het is zo lekker. Oh ja, en ik heb dus ook zeewiersnacks gekocht. Want dit was dan wel heel erg goedkoop in Litouwen. Het was echt 1 euro per zo'n dingetje. Dus dat is echt heel goedkoop. Ze zijn wel minder lekker dan wat ik hier uit de winkel had. Maar wel goedkoop en dat is nog steeds lekker. Voor de rest in een supermarkt... Ik zou niet zeggen dat alles lekker goedkoop is in Litouwen. Want de prijzen zijn aardig hoog. Dan heb ik Zefire en dit lijkt een beetje op merengue, maar dat is het dus echt niet. Deze is squishy en het is zo lekker. Het is echt een plakkaat met suiker en ik vind het heerlijk. En dan, oh mijn god, ja, ik neem dit ook altijd mee. Dit zijn van die bouillonblokjes met paddenstoelen. Dan hebben we ook nog deze snack. Deze kocht ik hier ook altijd in de Russische winkel. En het heet... Sosuchi, maar niemand noemt zo. Wij zeggen Baranki. En dat was hem. Trouwens, helemaal vergeten te zeggen, maar onze supermarktketen heet Maxima. Of nou ja, wij zeggen Maxima. Dus dat is zeg maar onze supermarkt, de grootste keten, net als Albert Heijn hier. Oh mijn god jongens, vandaag is de dag dat ik de nieuwe collectie van Nilde ga zien. Want ik ga zo naar Naomi toe, ze woont in Amsterdam. Hoe fantastisch ook dat ze in Amsterdam woont. Echt, I love that. Want ik ben daar toch wel vaak. En ja, toch wel weer een reden om naar Amsterdam te gaan. Niet dat ik weer naar Amsterdam zou willen verhuizen trouwens. Dat echt totaal niet. Waar is mijn koffie? Oh, ik liep net een rondje. En blijkbaar heb ik mijn koffie ergens anders geparkeerd. Prima. Ik zat net even naar mezelf te kijken. Ik snap niet hoe influencers, zeg maar, 's ochtends direct al make-up tutorials gaan opnemen. Ik moet oprecht wachten tot ergens na de lunch... Dat ik niet meer zo opgezet ben. Dat kan toch niet? Ik heb dat echt nooit direct in de ochtend echt gekund. Ja, soms wel, maar... Ik ben gewoon opgezet nog van al dat slapen. Dus dat ziet er niet uit. Anyway. Ik heb een soort van een nieuwe make-up routine. Die ik aan het uitproberen ben. En deze blush, jongens. Deze vind ik zo, zo mooi. Dat is deze die ik nu op heb. Zie je hem überhaupt? Je zag hem net heel duidelijk. Maar wat ik dus doe, want die applicator, dat slaat echt nergens op. Dus ik doe dan een beetje zo op de kwast. Vind ik sowieso het makkelijkst werken. En dan zo. En dan komt het sowieso goed met die blush.
Maar ik doe denk ik mijn oogmake-up even als ik bij Naomi ben. Want ik heb echt immens traanogen. Heb ik echt altijd. Maar dan is het voor mij net even makkelijker straks. Met het reizen met die traanogen. Want dan heb ik geen mascara op en zo. Nou, ik ga even eten. Klaarmaken. En dan ga ik. Guys, ik ben bij Naomi thuis. En daar ligt de nieuwe collectie van Nail Day. En we gaan het zo voor het eerst unboxen. Naomi had, die mocht van mij niet alles bekijken, maar ze heeft wel stiekem wat bekeken. Maar nu gaan we echt alles bekijken. Echt voor het eerst alles unboxen. Ik heb er zoveel zin in. So excited! Nee. Oh. Ja, ik heb zo zin in. Ik ben echt... Oh. Ik heb stiekem al wel 1 of 2 of 3 designs gezien. 5 heb je er gezien volgens mij. Nee, 4 heb je een foto van gestuurd. Oké, dan hebben we 10 nieuwe designs, jongens. Oh ja, en de nieuwe datum. Volgens mij had ik dat verteld. Maar 24 april, oh mijn god. Je kan het in je agenda zetten. Zet in je agenda. Als je... Wanneer komt deze vlog naar? Ja, gewoon volgende week. Oké. Als je nu naar de website gaat en je schrijft je in voor de e-mail... Tell hem. Dan hebben we een hele leuke verrassing. Yes. Oh mijn god, ik heb er helemaal zin in. Oké, we gaan unboxen. Oh mijn god. Aan. Oké. Okay. Oh. Ik word direct verlegen. Oké, we gaan het. Yes? Ja? Yes. Oké. Okay. 2 kleine kinderen. Oh mijn god. Tada! Oh mijn god. Deze is echt zo mooi. Ja, jongen, het blijft toch echt een dingetje dat je in je eigen shop gratis kunt winkelen. Maar het voelt nu wel even zo. We weten allemaal dat het niet gratis was voor mij. Maar het voelt even als gratis winkelen. Ja. Is het niet? Zal ik alles in uw tasje inpakken, mevrouw? Heel erg graag. Heel oh mijn god, guys, ik kan niet wachten om het aan jullie allemaal te laten zien. So pretty! Ik heb letterlijk niks gefilmd, want ik was heel even deze camera kwijt. En toen dacht ik, oh ja, het ligt natuurlijk in de tas die ik gisteren mee had naar Amsterdam. Ik ga zo naar een verjaardag van IPEC. En ik ga erheen als... Nou, weet je, ik ga erheen als de bruid. Ja, ik heb helemaal deze foto naar IPEC gestuurd en ze vonden hem helemaal leuk. Of deze jurk, ik weet niet wat ik zeg. En ik had een andere jurk nog naar haar toegestuurd en die vonden ze niet leuk. En deze wel. Dus ik ga helemaal als de bruid. Maar ik voel de vibe wel. Oh my goodness, birthday girl! Heel spontaan. Chin chin. Heel lekker. Zo schattig. Persje. Ja, dit ziet er echt lekker uit. Maar zo schattig. Ze heeft helemaal gepersonaliseerde kaartjes gedaan. En helemaal een kaartje geschreven. Zo, wat ben je aan het doen? Ik maak even een filmpje van de burrata. Oh! Sorry. Yes, prima. Kaas is lijf, hè? Burrata is mijn leven. Ja, snap ik. Lekker. Lekker uit. Oh, jammer. Oh mijn god, dit ziet er echt amazing uit. Oh ja, jij eet geen champignon, nee, hè? Grappig. Maar ik eet dit wel. Ja, maar, ja, dat hoef ik weer niet. Oh, oh nee, is met lactose natuurlijk. Ja, flink veel. Beetje mooi gaan. Oh ja, lekker. Lekker! Volgens mij zijn mijn buren aan het stofzuigen. Anyway jongens, ontzettend bedankt voor het kijken van deze vlog. Het was super gezellig bij IPEC. En dat was ook het einde van de vlog. Ik had gewoon geen einde gefilmd zoals altijd. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!